We zijn hier bij Skes en ik ben hier nog nooit geweest, gek genoeg. Het wel een prominent gebouw in de stad. Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Ja, wie zijn jullie en waar zijn we nu? Ik ben Danielle Otte en mijn collega Joost van den Berg. Aangenaam. Ook aangenaam. En ja, we zijn hier in het archeologisch depot en Joost gaat daar van alles over vertellen. En we zijn hier omdat wij aanstaande zaterdag een open dag hebben waarbij onder andere het depot te zien is. Dus vandaar dat we jou vast een sneak preview. Ja, precies, ja. Nou, ik ben dan op sneak previews. En kijk, dit vind ik grappig, want we kunnen natuurlijk niet ingaan op allerlei geschiedkundige verhalen. Het filmpje moet behapbaar blijven. Maar dit, die scherven, want wat zei je nu net, Joost, dat dit doe jij dus met vrijwilligers. Ja. Dit komt dan uit een opgraving? Dit komt uit een opgraving bij Koudekerken. Daar hebben ze een aantal Romeinse oventjes gevonden. Daar hebben ze heel veel scherven opgeraamd. Dus bijvoorbeeld deze tafel is alle scherven van Kruiken. En de vrijwilligers zijn hier aan het uitzoeken welke scherf voort bij welke. Maar dat is toch even dat lukt. Dat is toch een rot kawaii, want kijk, ik zie dan al, ja, het lijkt allemaal zoveel op elkaar en dan heb je heel veel kleintjes. Ja, maar op het moment dat je er eentje vindt, dan wordt dat net zo obsessievelijk als een puzzel. Dan moet je hem ook compleet hebben. Ja, en het gemene is, je krijgt hem nooit compleet. Nee. Waar is Dickie mee bezig? Een veldkartering. Terwijl hebben ze twee medewerkers van ons, een heel veel vrijwilligers, op een veld gelopen. Scherven opgeraapt, die zouden moeten horen bij een omgracht huis of een kasteeltje. Keesje die het er niet zo uit kan trekken. Ah oh ja. Nou, ja. Wat zeg ik? Ja, schedels. Moet je even er wel 5 schedels in? Een formuliertje eruit pakken, dan kan je mooi filmen. Dat is best een beetje macabre dit. Hoe oud zijn deze schedels? Nieuwerkerk Sutje is verdronken in 1530, dus deze zullen laat middeleeuws zijn. Wat zijn 1536? 1530, dus met de Felixvloed. Die mensen hadden toch ook nooit kunnen bevroeden dat ze dan ooit zouden eindigen op de Looie Singel in Middelburg in een kistje. Ja, met z'n vijven. In een kistje uit, hier staat het niet op. Maar het interessante is dat die kistjes zijn ook nog een stukje archeologie. Maar eigenlijk ben ik hier op een soort begraafplaats nu. Of, Hier liggen 600 skeletjes. 600 kisten met skeletten. Maar dat is toch raar, want een tijdje terug was ik achter de schermen, of achter de schermen, eigenlijk voor de schermen bij de begraafplaats hier. En dan heb je, omdat het een begraafplaats is, heb je de hele tijd het gevoel dat het toch een beetje taboe of een beetje erg gevoelig. Ja. Maar als ik hier loop, denk ik, nou, dat is pure geschiedenis. En, Ah, liggen hier gewoon 600 lijken eigenlijk. Wij moeten dat heel wetenschappelijk benaderen, ja. Ja. Een deel van deze collectie is laatst ook onderzocht. Dus de skeletten die ze uit Klaas Kinderkerk hebben, het verdronken dorp al daar. En op basis van die skeletten hebben ze kunnen zien dat in ieder geval één van die personen doodgegaan was aan malaria. In de middeleeuwen. En dat is... We wisten überhaupt niet dat malaria toen al voorkwam. Ja. Laat staan dat we het aan het skelet nog konden zien. Dus in die zin is het gewoon buitengewoon waardevol om al die beenderen te bewaren. Zo zien archeologen vondsten. Maar dit is een Middelburgse vondst? Ja. Wat we daadwerkelijk hebben gevonden is dus een scherf van de rand en een scherf van de bodem. En vervolgens hebben we hem op die manier kunnen reconstrueren, tweedimensionaal. Je zult ook merken dat als... Staat er dan ook een detail bij, waar komt hij naar uit de afvalkuil? Het is van de Perenhuis. Dat van de Perenhuis, oké. Okay. Maar wat hebben we hier dan? Wat is dit voor tenue of een... Dit is een landhuis. Dus dat wat Michiel de Ruiter aan had. Maar is dit ook net als die stenen gewoon zo gepuzzeld? Zie ik dat nou goed? Die is gepuzzeld, ja. Dus dat wat op de achtergrond zit, het donkerbruine, dat is gewoon waar het opgeplakt is. En de voorste stukjes, dat zijn allemaal... dat is allemaal geitenleer. Vroeger was het natuurlijk meer een soort beige, bruine kleur. Hè? En hoe oud is dit? Ongeveer? Die is van rond 1570. Moet je waar je zo je voet in kon zetten. Zeg jij nu dat dit schoentje wat we hier zien, dat was vroeger van een rijke dame? Dat was haute couture. Ik stel me voor dat dat een dame was, maar je hebt vast de schilderijen uit die periode gezien dat mannen toen ook nog iets... Maar we hebben hier een dame in het gezelschap. Afgezien van je schoenmaat, zou jij daarop lopen, dame? Nou, dat is wel opvallend in ieder geval. Ja. Je maakt er wel een blitz mee wat dat betreft. Het lijkt me nogal een uitdaging om daarop te lopen eigenlijk. Maar aan zich is het natuurlijk wel bijzonder dat het bewaard is gebleven. Ja.
Het metaaldepot. Ja. Ik zie ook gelijk die twee metalen ballen. Die zijn dus door de Walkers archeologische dienst verbonden. Met elkaar verbonden. En wat is dit dan, weet je dat? Dit lag in de Vochtrammekus. Dit is een kanonskorrel. Maar in dit geval een dubbele kanonskorrel met een ketting ertussen. En als die dan geschoten werd, dan zie je dat ze rondrijden. Dat kan ik alleen uittekken voor ons. Daarmee kon je dus, als je de mast raakt, of de tuigage, of het schip, kon je dus gewoon een flinke schade doen. Veel meer dan een grote kanonskorrel. Omdat dat ding zo rond zwiept vervolgens. Ja, ja. Metaal conserveert, het blijft altijd van de binnenkant werken. Dus ja. Na 10 of 20 jaar moet hij gewoon opnieuw een keertje behandeld worden. Maar hoe oud zijn deze zwaarden? We denken dat dit een sax is. En een sax hoort bij de Vikingtijd. Die is op het strand gevonden bij Donderen. En denk je dan ook dat die door een Viking is gebruikt om hier wat... Er is nog wat discussie over. Het zou ook een laat middeleeuws hakzwaard kunnen zijn. Het is de oudste vondst in het hele alle depots hier, dit? Of ja. Doe je dat nu? En hoe oud is dit dan? Die is midden paleolithisch. Ze zit tussen de 150.000 en de 35.000 jaar oud. En werd dit gebruikt door mensen of is dit, je zegt een schraper? Dit heeft te maken met Neandertalers. Maar hoe kan je nou vaststellen dat het een gebruiksmiddel was en dat het niet gewoon zo toevallig die vorm heeft? Dat ik als lek zou zeggen, ja, het kan nou, gewoon een mooie... Dat kunnen we specifiek zien aan hoe dat geslagen is. Zie je hier die randjes? Ja. Daaraan kunnen wij zien op welke manier dat stukje er vanaf geslagen is. Dus die gaan we nu ophangen van de, kijk, de BB, wat staat die uit? Wat is de BB? Van de Dienst Burgerbescherming, toch? Zegt het goed, hè? Ja. Dienst Burgerbescherming. Ja, en hier heb je van die hokjes. 10 geheugen, dat is dan 10 KB of zo, of 10 geheugen nummers. 10 telefoonnummers. Ja, dat is dan mooi. Dat kunnen wij ons niet meer voorstellen, hè? Radiologische uitrusting. Maar het is echt zo, als de overheid het achter heeft gelaten op een gegeven moment. Het is gewoon allemaal blijven liggen wat nog hier is.